Tommy. Nee, ja. We schakelen net in. Dus, oh, schakelen we net in. Dan doen we eerst ons, even ons logootje. Kijk, en dan ga ik draai ook heel langzaam en een beetje zwoel om. Kijk, stop. En dan sta je te dichtbij. Sta je te dichtbij? Nee, blijf staan. Nee, blijf staan. Ja. Blijf staan. En onze Kees is al aanwezig en onze Jolanda is er alweer. Hallo Jolan, hallo Kees. Welkom bij... Het staat op je borst. Take the magic home. Nou, vol trots dragen we dit nieuwe shirt. Totaal onverwachts en helemaal verrassend. Nou, kregen we aangeboden van de Once Upon a Time Group. Nou, dus club. Club. En made by Nicole. Nicolette. Meet, maar ik doe nog een keer omdraaien. Dankjewel meiden. En of er jongens bij zijn, dankjewel heren. Maar dankjewel. Dus wij dragen het vol trots vanavond voor jullie. Nou, wij hebben vanavond weer leuke acties, denken we. Hè, Tommy? Dat denken we wel. Actie 1. Dan ga ik eerst eens even naar Tom. Want bij ons geen klantenkaarten, geen pasjes, helemaal niks. Je krijgt bij ons zo 25% korting op de adviesverkoopprijzen van alle Britto en Tradition beelden. En hoe werkt dat, Tommy? Tommy, zal ik eens even omdraaien? Want Tommy heeft ook zijn nieuw shirt aan. En dan leg jij het maar eens even uit. Tommy? Ja, ik moet ondertussen oppassen. Ja, yeah, Tommy. Maar hadden we allemaal. We gaan morgen een mailtje sturen. Trouwens, ik kan de code dadelijk ook nog geven. KQ Fan, dus Kings Queens Fan, KQ Fan. Die code gebruik je om 10% extra korting te krijgen voor onze fans. Op de adviesverkoopprijzen van de Traditions, Britto en Enchanting Beeld. Dus eigenlijk alle Inesco beeldjes. Ga daarvoor naar de site, daar zijn de beeldjes afgeprijsd. Oh, wordt de mond aangevallen. Afgeprijsd 15% geven we standaard. Daarboven krijgen we al onze fans nog 10% extra als je die code invoert. We sturen morgen even een mailtje met die code al in. Hoofdletter K, hoofdletter Q, hoofdletter F, AN, KQ, FAN. Nou, we zullen dit nog een paar keer uitleggen. Dus geen pasjes, geen stempelkaarten, helemaal niks. Iedereen, dus ook niemand bijzonder omdat je dan ineens winkelfan bent. Nee, iedereen krijgt bij ons die korting. 25%. Hoppakee. Straks zullen we het nog een keertje uitleggen. Nou, onze eerste acties van vanavond. De sieraden van de week waren zo populair, dus we zijn daar ver doorheen. Dit hebben we nu assortiment gemaakt. Ook hier hebben we bijna, op een uitzondering na, alles nog maar één stuk beschikbaar. Ja, op is op. Op is op. Let wel, afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden. Dus we hebben in ieder geval de artikelen gepakt die makkelijk toegankelijk zijn. Wil je nou deze sieraden, stuur dan heel even een pb'tje. Wie de eerste is, die is de gelukkige winnaar, ja, natuurlijk. Want, Regio, de staan niet op de site. Nou, dus je moet ons een persoonlijk berichtje sturen naar hello@kingsqueens-store.com. Of je kunt ons gewoon bellen, zelfs vanavond nog, tot een uur of half negen. 0475-858-193. Zo dus handig, je kan gewoon niet draaien. Dus mocht je interesse hebben in de komende sieraden, bel ons of app ons gewoon. We zullen eens beginnen. We hebben deze Mickey oorbellen in het zilver en het goudkleurig. Ze zijn van de 90 jaar Mickey lijn. En deze waren normaal €54,95. Die gaan nu weg voor €34,95. Ja, per set. Per set. Dus, en we hebben ook nog de goudkleurige hele Mickey afbeelding. En oh boy, die hebben we alleen nog maar in het goudkleurig. Dan hebben we een armband. Die kosten allemaal €34,50. Allemaal, ja. 34. En deze Oboy is €32,50. Oké. Tja, heel goed voor jou. De armband met allemaal afbeeldingjes van Mickey. Het broekje, zijn schoenen, hoofdje, handje. Armbandje. En deze van Alice in Wonderland. Dus een sleutel. Made with care Wonderland. Die gaan nu weg voor €24,50. De oorbellen van Tinkerbell, ik zal ze even laten zien. Normaal €54,95 gaan nu weg. Het laatste setje voor 32,50.
50. Dan hebben we een armband van Jasmina en van Pocahontas. Normaal zijn ze €72,95. Gaan weg, beide, voor €45. Per stuk. Per stuk. Zie je nou een van deze leuke sieraden? Stuur gauw een pb, want het is echt op is op. En dat geldt ook voor deze armband van Tinkerbell. Zwart met sterretjes en hier is Tinkerbell. Ook die €45. Dan heb ik hier een setje van de Lion King. Zilverkleurig €24,95. Het is de laatste set. Ik heb een... We gaan even naar boven. Daar links, Tom. Of rechts voor jou. Twee kettingen, zilverkleurig en goudkleurig. Normaal zijn deze kettingen €119,95. Die gaan nu weg. Het zijn de laatste twee voor €72,50 per stuk. Een ketting van Anna en Elze Let It Go gaat nu weg voor €24,50. Deze erg leuke armband, goudkleurig, gaat weg voor €37,50. Mary Poppins oorbellen. Daar hebben we twee setjes nog van voor €19,95. Dan heb ik een set van Alice in Wonderland. Is een lange ketting plus oorbellen. De gehele set gaat weg voor €55. Ik heb hier, erg mooi vind ik zelf, Lumière. Ik weet niet of je hem zo goed ziet, Tommy. Ik denk dat je hem even moet omdraaien. Ja. Want dan, of nee, nou, het gaat, het gaat goed. Ja. En deze ketting gaat weg voor €49,95. Normaal is die €83,95. Een stoere armband van Beauty and the Beast. Normaal 109, gaat nu weg voor €62,50. En als laatste nog kettingen. Zijn erg klein qua detail, ook erg mooi. Lumière en hier heb je Kopje en Mevrouw Tuit in zilverkleurig. En het goudkleurig, dit zijn de laatste vijf. Die gaan weg voor €19,95. Ja, over de kettingformaat van deze moet ik even zeggen. Dat zijn meer kindermaten dan volwassenmaten. Ja, ik zal even de lengte laten zien. Dus als je als voor een volwassene wil, dan zul je waarschijnlijk even... Oh, dus dan zijn ze te kort. De ketting of de oorbellen van de Lion King, die zijn al gereserveerd door Margot. Dus dat zijn deze. Die mag je alvast weghalen. Ja, en de... Mary Poppins, nee, die zijn alleen in het goudkleur, zijn niet beschikbaar. Zo, ik haal de... Ja, die gaan weg. En ja, helemaal goed. Nou, we laten ze straks nog een keer zien op je gemak. En dan gaan we eerst gewoon gezellig de winkel in. Er is deze week weer veel binnengekomen. We laten nieuwe tassen zien. Niet alles is binnengekomen, helaas. We zitten met smacht te wachten, maar die komt, als het goed is, deze week. Op nieuwe serviesgoed en kussens en noem het maar op. Maar dat laten we volgende week waarschijnlijk zien. Tommy, waar zullen we eens beginnen, jongen? Ik ga eerst even Marjolein Engels antwoorden. Wanneer de dwergen van Britto binnenkomen. Er staat een hoop uit te komen van Enesco. Alleen vanwege het virus, daar gaan we weer, lopen die enorm achter met uitleveren. Dus wacht gewoon rustig onze berichtgeving af. We hebben bestellingen genoteerd. Of wil je bestellen, kan het alsnog via de site. Hè, met de 10% extra korting, zoals we het net over hadden. Ja, Popeye. Dus en hetzelfde geldt voor Loungefly. Ook die lopen achter. En wacht gewoon af tot we ons melden. Alsjeblieft, dankjewel. Tom, we gaan dus weer eens even langs de tassen. Want terug van weg geweest. We hebben nog weer een paar op de kop kunnen tikken. Onze Olaf. Rugzak. €82,95. En eventueel hebben we daar ook een bijpassende creditcardhouder erbij. Terug van weg geweest. En erg blij zijn we... De rest moet nog binnenkomen. Er moet nog een portemonnee van binnenkomen, denk ik, hè, Tom? Ja, de portemonnee ontbreekt nog. Die is nog niet binnen. Maar deze zijn wel binnen, vind ik zelf erg mooi, erg ziek. De crossbody. Dit is een hele nieuwe, hè? Dit is een nieuwe die deze week binnenkomen. Spik-splinternieuw. Spik-splinternieuw. Er zit inderdaad de D's van Disney, van het Disney-logo. Hij is al spik en span. Dus met deze tas loop je op chique wijze. Laat je je trots op Disney zien of je...
Ja, hij hoort er niet bij, maar het matcht wel, hè? Van deze komt dus ook nog een tas, een klein ander modelletje. Dus van de ene serie is de portemonnee binnen, van de andere de tas. Dus niet echt heel handig. Maar goed, het zij zo, we moeten gewoon wachten tot de rest volgt. Ja. Dus wacht gewoon zo. Ik vind dit gewoon een erg chic tas. Er zit een schouderband bij, verstelbaar en afneembaar. Dus je kunt hem als handtas gebruiken, maar ook als schoudertas. Deze hebben we nog enkel op voorraad. Dus... Ja, en met deze vind ik zelf loop je niet zo echt helemaal in. Paniek. Niet zo in your face van hallo, dit is Disney. Even langs de kant, Tommy. La 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 la. Want ook nieuw was de rugzak. Maar daar hoorde ook de portemonnee bij van Donald Ducky. Ja, de rugtas die is alweer helemaal uitverkocht toen hij binnenkwam. De portemonnee is er nog wel. De tassen komen als het goed is weer binnen. Alleen weten we dus niet wanneer. Dat is echt een verrassing. Kunnen ze daarvoor op reserveren eventueel, Tommy? Daar kunnen ze voor de tas kunnen ze even reserveren. De portemonnee staat gewoon op de site. Ja. De tassen, het is wel onder voorbehoud of ze binnenkomen en hoeveel er binnen gaan komen. Maar je kunt reserveren. En wat moet je dan doen, Tommy? Je kunt dan... Gewoon een berichtje sturen naar hello@kingsqueens-store.com. Of een pb'tje sturen en dan komen ze snel mogelijk met het antwoord terug. Ja. Kijk, Tommy, want ook nu deze week... Ik ga heel even inbreken. We hebben onze hulpen ook weer voor vanavond. Bart en Regine zijn er ook om ons te helpen. Dus Bart geeft de antwoorden via de computer. Nee, dat is jammer. Maar je bent in ieder geval in een Disneyland Parijs shirt. Ja, maar je hebt niet zulke mooie shirts als wij. Nee, dank je. Kijk, ook nieuw binnen. Ja, de Buzz Lightyear rugtas. En de bijbehorende portemonnee. Hartstikke leuke set. Zal ik hem even van binnen laten zien? Ja, doe eens even. En geef de prijs van de rugtas uit mijn hoofd gezegd is €72,95. Even kijken, die is... Ja, en de portemonnee is €36,95. Binnenkant. Kijk eens. Oh. Oeh. Die zit allemaal verstopt. Ja, dat is het leuke van de Loungefly collectie. Die hebben bijna bij iedere portemonnee of iedere tas een bijpassend binnenkantje. Gewoon een stof die er helemaal speciaal voor wordt gemaakt. Eigenlijk, ja... Je moet eigenlijk constant met je tas binnenste buiten lopen. Ik heb ook zo'n onderbroek, Tom, van mezelf. Dat ik dan ook een bijpassende onderbroek van mezelf. Gaan we regelen. We gaan Nicolette vragen of ze dat misschien ook voor je kan regelen. Ja. Kijk eens hier, Tom. Tommy. Oh, mooi. Oh, mooi. Een papieren pop. Mooi. Oh. Superleuk, toch? Ik heb zo wel zin om te gaan laserschieteren bij Disney. Je moet toch even wachten. Binnenkort mag je weer. Binnenkort mogen we weer, gelukkig. Zo, Tommy, heb je die al laten zien? Die is vorige week binnengekomen. Ja. Dat is een bagagelabel. Bagagelabel van Dormouse. Oftewel de slapende muis uit de theepot bij Alice in Wonderland. Ze heeft ook een kopje theekopje aan zijn hoofdje. Nu, van de harder. Ik zal hem even laten zien. Aan de achterkant ruimte voor een label met je naam. En dan en een clipje aan de bagage te hangen. Superleuk, kunstleer. €22,95 staat op de site. Ja. Heb je nou vragen voor vanavond? Stel ze gewoon, hè, want wij proberen zoveel mogelijk jullie allemaal te woord te staan. Dus laat ons gewoon door de hele winkel. We krijgen dan wel te horen, wat is jullie winkel groot? Dat valt wel mee. Maar wij lopen dan heel veel op en neer. Maar wij stellen zoveel mogelijk gerust. De winkel is kleiner dan je denkt. Even kijken. Want nieuw binnen. Nee, trouwens, we beginnen eerst weer met een actie, Tom. Vertel. We hebben wel laatst... Dus is het een superactie. Superactie. Hij staat op de site. Ga gewoon naar kingsqueens-store.com. Daar staat deze tas voor. Normaal €69,95. We hebben er diverse binnen gekregen. Dus we hadden zoiets als kennismaken met een nieuwe collectie. Gaan we er één in de aanbieding doen. En die gaan we met 20% korting wegdoen. Ja, de Star Wars Funko Pop Ewoks tas. Hele mond vol. De Ewoks, de schattige beertjes uit de Star Wars films. Onderschat ze niet. Eigenlijk zelfs als ik. Zo ongeveer. Help. Nog meer, denk ik. In de Funko Pop uitvoering. Dus mocht je interesse hebben, ga naar kingsqueens-store.com.
Facebook.com. En als je dan toch op de site bent, ga dan even naar die nieuwsbrief, want meld je aan. Sowieso krijg je dan binnen een paar dagen een kortingsbon van 10% op je aankoop. Hoeveel? Aankoop, 10% zo. Op een aankoop voor de volgende keer. En je bent dan gelijk fan van ons. En dan krijg je automatisch voortaan de 25% op alle beelden van Enesco. Op de adviesverkoopprijs. Nieuw binnen, Tommy. Het is deze week gezellig allemaal nieuw. Ja, de Loungefly rugtas met Groot en Rocket. Guardians of the Galaxy, als ik me niet vergis. Volgens mij wel, ja. Dat klopt. Dus Rocket is het voorvakje. Ik ga hem even aan de zijkant laten zien. Ja. Dus de rits, even aan de andere kant, Mart. Kijk, de ritssluiting. Dat is het voorvak. En Groot is dan het grote. Haha. Achtervak. Verstelbare schouderbanden. En Marvel, het Marvel logo. En ben je nou echt een Groot fan, Tom? Hoe leuk is deze? Kijk hier, een spaarpot. Ja, een spaarpotje in de vorm van Baby Groot. Dus met het cassettebandje. En het is bijna Vaderdag, hè jongens. Zondag, aanstaande zondag. Leg je vader in de watten. Kom gewoon bestellen. Het zal om op tijd geleverd te zijn al lastiger worden. Dan moet je snel zijn, maar... Kom anders gewoon, wij zijn nog gewoon tot en met, zelfs zondag zijn wij gewoon open. Ja, zondag zijn we van 12 tot 5 open, dus mis je nou nog een cadeautje, kom gezellig langs in de winkel. En hoe leuk is deze top, die hebben we vorige week ook laten zien, maar toen stond je ook in verpakking. Ja, dus hoe blij zou pa hiermee zijn dat ma niet alles uitgeeft, maar bijvoorbeeld bij pa in zijn spaarpotje duwt. Ja, Captain America spaarpot. In de Endgame uitvoering. Tommy, loop anders even langs nog wat vaderdagtips. Want dan komen we direct ook weer nieuwe tassen tegen. Oeh. Dus we beginnen eerst gewoon eventjes info, dus de Star Wars. Ja, de verhalenboeken van van Marvel. Erg leuk om de kinderen uit voor te lezen of lekker te laten lezen. En zelf. Terug van weg geweest. Creditcard hadden en eventueel met hiervoor geld in te doen. Ja. Van de Adventures. Van Iron Man. Dit is ook wel een leuke vaderdagtip. Als je nou je vader nou goed Marvel fan is, is gewoon echt een leuke mannenportemonnee, hè Martin? Kijk. Ja, kan ook voor vrouwen hoor, natuurlijk. Maar ja, een vaderdagtip. En een vaderdagtip doet er dan ook gelijk een bijpassend glas bij. Ja, ook net nieuw binnen. Hele stevige glazen van Abyss Corp collectie. Of wat dacht je van zo'n verkleurmok? Van warm en koud. Ik weet niet of het duidelijk is als je dan zo verkleurt. Ja, dus dit is, en zo is die dus nu koud. Dus deze. En zo... Is hij heet? Dan wordt hij... Hoe zou ik verkleuren, Tom, als ik... Ik denk dat je er zo uitziet. Laat het maar even zien, Tom. Kunnen we gelijk de vraag van Elma beantwoorden. Die tassen... hoeveel zijn die, Martin? De SpongeBob en de Patrick. Het is al geen Disney, maar ja. Het is goed. Geen Disney, maar dat maakt niet uit. Ze zijn wel leuk. Uit mijn hoofd gezegd 76. 76, 95. Allebei. Ja, per stuk, hè? Oké. En deze is 36,95, de Gerrit. Ja. Want we waren op de goede weg. Naar een nieuwe tas. Stoorde ons wel een beetje, maar dat geeft niet. Want kijk eens hier. Hoe stoer is dit? Het is een schoudertas. Tommy, doe er eens even uitleg over. Ja, dus de schoudertas in kunstleer met één band. De Rebel-tas. Inderdaad, het is een normale soort rugtas. Het is een combinatie tussen rugtas en schoudertas. De rugtas hebben normaal 2 schouderbanden, deze maar 1. Maar erg stoer. Dus eigenlijk zowel voor heren als voor dames. Met eventueel zijvakjes met ritssluiting en een los vakje erbij. En je ziet inderdaad hier het... logo van de rebellen en de naam van Ray. Je kan het zelf lezen. Dus gebaseerd op het karakter uit de latere films van Star Wars. Ja. En als we dan toch weer in dezelfde serie een beetje bezig zijn, Tom, laat ook even de andere tas zien. Want hiernaast, kijk eens. Ze zijn... Je klinkt nou meer als Fozzie Bear dan als Chewbacca. Chewbacca-tas zijn we binnen, weer op voorraad en de creditcardhouder. Lekker zacht. Erg grappig, hoog aaibaarheidsgehalte.
Heb ik ook, Tom. Net zoals heb ik ook. En de tas is 76,95. Staan gewoon te bestellen via de site. En het portemonneetje of creditcardhouder is voor 36,95. Dan hebben we hier nog van Luke Skywalker. Zeg ik het goed, Tommy? Nee, ik werd verbeterd van de week. Prinses Leia, het outfit. Prinses Leia, dat zeg ik net, Tom. Ja, ik zeg net. Dit is nu het tas van Prinses Leia. Ja, ik ben uitgegaan van de informatie die Loungefly verstrekt. En die had het over het Luke Skywalker uniform. Nee, maar het schijnt... ik zei nog tegen jou, Tommy. Het is Leia. Ja. Hoeveel filmwebs heb je gezien van Star Wars? Dus erg stoere canvas tas. En ook hier te gebruiken als, om naar je werk eventueel je laptop in te doen. En uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. En ook eventueel erg grappig, leuk en stoer als schooltas, Tom. Dan gaan we het zo nog even hebben over de aanbieding op de beelden die we vanaf nu hebben. Ik zal eens even omdraaien, dan mag jij er even uitleggen. Want wij doen niet aan, pasjes, stempelkaarten, niks ervan. Geen stempelkaarten, geen spaarkaarten, niks niet. Bij ons krijg je sowieso 15% korting standaard op de adviesverkoopprijs van de beelden. Dus de UNESCO beelden, dus Traditions, Brutto, Enchanting, Showcase. Vanaf vandaag krijg je 10% extra korting op al die beelden, dus 25% in totaal. Daarvoor ga je naar de site, klik de beelden aan die je wil hebben en boven die 50% krijg je 10% als je de code KQFAN, lekker makkelijk. Welk nog een toch hier? Het is Kings Queens Fan, dus KQ Fan, hoofdletter K, hoofdletter Q, hoofdletter F, A-N, KQ Fan. Ik zal morgen een mailtje uitsturen waar dat in staat. Als je het vergeet. Ik had eigenlijk een briefje moeten hebben waar ik het op had gezet. Ja, dat is jammer, Tommy. Dat is jammer. Ring, ring, ring. Ring, ring. Het is aanbiedingentijd. Het is aanbiedingentijd. Dan gaan we even terug naar de sieraden, want dan kom je hier direct op. Nee, de andere. Kijk, ze staan al klaar. Ze zijn naar boven geklommen. Kijk. Want deze staan al op de site. Ja. En ter kennismaking, ze zijn, vorige week hebben ze al laten zien. Ter kennismaking willen we even op het schwak even laten zien. En met hoeveel korting staan ze op de site, Tommy? 20%. Dus normaal zijn ze 35,50. Nu 28,40. Ja. Dus 20% dus korting. Dat is ook een nieuwe collectie. Maar wat maakt dit nou speciaal? Nieuwe collectie. Kijk eens, je kan hem dus bij sommigen optillen en dan kijk de details. Je ziet dus gewoon alles. Virgilio, je kijkt de dames onder de rokken. Ja, dat mag zomaar. Natuurlijk niet. Nee. Maar ja, dat doen wij toch altijd. Heb je het gevraagd? Nee. Nee, dat doen we altijd. Hier, bij haar is het zelf, hoor. Ik voel een MeToo aankomen. Oeh. Verhip. Ons Belle heeft ook gele schoentjes. Ja, dat vind ik erg grappig. Kijk, de schoentjes van Belle. Een parfumflesje. Dus Bopie, Belle, Sneeuwwitje, Ariel. Zal ik ook even de doos laten Ariel zien? Het in... Ja, de dozen zelf zijn al hartstikke leuk. Ik zal eens eentje laten zien. Ik hoop dat je de doos van de inhoud bedoelt, hè? Van waar de poppen in zitten. Kijk, hier. Dit is van Sneeuwwitje. Ja, dus ze zitten verpakt in, ja, logisch in deze doosjes, maar in drie delen. Dus het voetje, dat zwarte plaatje in de meeste gevallen. Dan het lijfje en dan het hoofdje is dan weer los. Dus je zet hem even in elkaar, kijk zo, juist zo. Heel eenvoudig in elkaar te zetten en het hoofdje zit ook los. Dus voorzien. Een heel klein, heel zeer eenvoudig bouwpakketje. Ja, en nu met 20% korting. Ik zal nog even vlug in vogelvlucht, want... Dat was de actie van vanavond, de sieraden weer. Ja. Dus het zijn allemaal bijna de laatste stukjes. We gaan even te snel erin. Kettingen van de koetsen, zilver en goud. Ja, Cinderella koets. Nu voor 72,50. Een ketting van Let It Go, 24,50. Een erg mooi subtiel armbandje met mini, 37,50. Oorbellen van Mary Poppins gaan nu weg voor 19,95. Zijn allemaal bijna de laatste stuks. Erg mooi Lumière ketting, nu 49,95. De set van Alice in Wonderland, compleet ketting plus oorbellen, voor €55. Dan heb ik hier drie armbanden, Tinkerbell, Pocahontas, even langs, en Jasmine. Die gaan weg voor €45. De laatste set oorbellen van Tinkerbell gaan weg voor €32,50. Een armband van Alice in Wonderland of met alle broekje en schoentjes en armpjes of handjes van Mickey, 24,50. Oh boy! Oorbellen, 32,50. Een hele stoere, chique armband
van Beauty and the Beast. Op de binnenkant staat er tekst in, zie je. Ik weet niet of je het ziet zo, Tommy. Ja. Ja. Gaat voor 62,50, normaal 109. En deze Mickey oorbellen krijgt een per set. Ik heb nog zilver en goud kleurig. Gaan weg voor 34,95 per stuk. En deze, maar dit zijn echt voor kinderen. Halskettingjes met Lumière in het goud en het zilver. Mevrouw Tuit en Barsje gaan weg voor 19,95. Deze staan niet op de site, dus daar moet je ons voor bellen. En waar kunnen ze dan naar ons naar bellen? Ja, 0475-858-193. Oh, we krijgen, of sorry. Stuur een mailtje naar hello@kingsqueens-store.com. We krijgen de hele tijd meldingen dat we vastlopen. Als het zo is, stuur even een pb'tje, want ik heb er al een paar gehad. Dan moeten we hem even herstarten zo meteen. Dan herstarten we gewoon. Ik zit helemaal in de herstartpositie. Tommy, want ook weer net nu weer binnengekomen, terug van weg geweest. Deze schoudertas van Mickey. Kunnen we alle kanten op laten wijzen. Het is nu bijna 7:15, denk ik, of zo. Huppakee. En deze is 69,95. Ook leuk detail. We hebben hem al een keer in laten zien, maar heb je deze? Dit is een park exclusive uit Amerika. Tuurduut. Ja, tenminste, iemand die jou grappig vindt. Heel fijn, lieflijk kettingje of armbandje met Swarovski-kristallen. En die is normaal 59,95, nu 37,50. Het vastlopen is voorbij, niemand heeft er last van. Gelukkig. Ik denk dat de beeld geschrokken is van mijn schoonheid met mijn nieuwe shirt. Ja, loop maar. Waardoor de Once Upon a Time Club. Hey, waar zijn we nu toch, Tommy? In de Harry Potter afdeling. Harry Potter, want deze week nu ook van Lunchfly. Heel tof. Heel gaaf. Ja, de Hedwig, rugtas en portemonnee. Is heel degelijk, heel ja, stoer. Kunstleer met allemaal applicaties en stiksels, waardoor het ja, gewoon een hele degelijke uitstraling niet alleen heeft, maar of je krijgt, maar heeft. Kijk eens, hier ook pasjes. En hier kunnen de flappentappers ja, en het logo en van het Harry Potter. En zeg je van, nou, gisteren, het was allemaal toch best wel frisjes met al die regen. Ik wil er gewoon een sjaal. Wat dacht je nou hiervan? 29,95 en we hebben ze van alle groepen. Van Ravenclaw, van Gryffindor, van welke nog meer, Tommy? Slytherin. Van Hufflepuff. Hufflepuff, dus echt inderdaad met een heel mooi geborduurd of gestikt embleem. Wacht, pak ik nog gelijk even de andere. Die ligt hier. Die ligt daaronder, dat is Slytherin. Erg mooi, het is de bijpassende kleuren van de huizen van Harry Potter. Nou, laat de winter maar komen, zeggen wij dan. Nou, ja, nou, nou, mocht je zeggen, van, nou laat hoor. Eerst nog maar even de zon. Nou, wat denk je dan? Bijvoorbeeld van, ik ga naar buiten en ik neem mee een waterfles of limonadefles. Voor lekker gewoon los te drinken. Tuitje omhoog, drinken. Ben je klaar, omlaag en dan is je weer even dicht. Maar zit je nou ineens in de regen? Leuke paraplu's, hè? Kijk. 14,95. Waar ligt die? We hebben het ruwenschap. Die hebben we niet uithangen. Dat is de luxe versie en dit zijn de inschuifbare. Inschuif. Ja. Dan hebben we hier ook nog van 3D Harry Potter puzzels. Met de auto en Hedwig. Maar ook de 3D puzzels van de kasteel. En hieronder ook toch. Ja, dit zijn echt gewoon platte puzzels. Dus op tafel liggend. Dit worden echt gebouwen. Er is een armbandje verkocht voor Joika van Steenbrugge. Joika van Steenbrugge, ja. En welke wil ze? Een mini-armbandje. Oh, sorry. Dit is een puzzel van foam. Dus een soort schuim wat je dan met elkaar zet. Dan wordt het dus het hele gebouw. Dit is de Great Hall, of de grote zaal met de toren. En dit wordt de Astronomy Tower.
En verschillende andere puzzels. En we hebben aan de andere kant, gaan we draaien even door, dus even meedraaien met z'n allen. Oh, de hele stad is dat toch? Dat is de Diagon Alley. Oftewel, de weg is weg in het Nederlands. Met verschillende gebouwtjes. Met de Melkins, Ollivander's One Shop, Weasley Wizard Weezy's, Quality Quidditch Supplies. En via verschillende huisjes, moet ik even kijken, daar staat niet, ja, Diagon Alley zelf. Allemaal te bestellen. Nieuw in de collectie, niet op de site, chocolade toverstaffen. Dus die gaan als het goed is binnenkort binnenkomen. We hebben even een paar proefexemplaren. €14,95, hartstikke leuk. Maar hoe leuk is dit? Heb je iemand lief of twijfel je? Hoe leuk is dan het spelletje van deze beans? Want je hebt er van alle kleuren twee stuks. En de een is lekker en de ander is iets minder. Want bijvoorbeeld, ik zal het even een klein beetje in laten zien. Bijvoorbeeld de ene is perzik en de andere is kots. Of de ene is sappige peer en de andere is snot. Of de ene is tutti frutti of de andere stinkzakken. Nou, hoe leuk kan het spelletje niet zijn op Vaderdag? Hoe leuk, zomorgens bij het ontbijt. Nou, heb je het hier al een klein beetje gehad, Tommy? Ik denk het wel. Alleen de puzzels nog heel even. Oh, de puzzels. Ja, we gaan nog hier onderaan. Er moeten nog steeds nieuwe binnenkomen. Die komen als goed binnen nu en 2-3 weken. Waren ze weer op voorraad bij de leverancier. Ja. En dan waren ze ook weer verstuurd. Al binnen zijn Kleine Zeemermin, Sleeping Beauty, de Dreams Collection puzzel. Dus verschillende films in één puzzel. Dit is 2000 stuks, de andere allemaal 1000. Sneeuwwitje. Op weg naar het huis van de dwergen. En hier de Classic Collection. Dus Mickey met allemaal het filmrollen. Bambi. De laatste van The Lion King. Bambi. En Beauty en The Beast. Ja, andere puzzels zitten er nog weer aan te komen binnenkort. Zo is Tommy. Dan gaan we weer naar deze kant. Nog heel even de Tinkerbell armband laten zien, want Wilma Kruis, bij haar liep alles helemaal fout. Ach, dus die Wilma, zal geen, een, denk ik, een plaatselijke onweerbui hebben geen gehad. Geen paniek. Dus voor Wilma Kruis. Dus armband met sterretjes en met Tinkerbell eraan. Normaal €69,95, gaan nu weg voor €45. Dus bellen bij dingen. De sieraden is bijna alles. Niet allemaal, maar bijna alles is op. Is op. We gaan nog eens even, want vorige week is de nieuwe beeld van Beauty and the Beast binnengekomen, Tom. Misschien hebben we die nog eens even uitgebreid moeten laten zien. Even kijken, waar is dat? Ja. Die staat hier. Ja. Dus het enchanting beeld van Beauty and the Beast. Dus de scène op balkon. Waar ze hartstikke verliefd naar elkaar zitten te kijken. Dit beeld moet ik wel even bij zeggen, Tom. Dit hebben we het liefste dat je op kunt halen, omdat het een vrij kwetsbaar beeld is. Dus om transportschade op te voorkomen, het liefst gewoon lekker op komen halen. En dan heb je ons ook weer een keer ontmoet. En als je bij ons in de winkel bent, de koffie staat altijd klaar. Of tenminste, wordt vers gezet. Ja. Dat geldt ook eigenlijk voor hetzelfde beeld eigenlijk voor de Lion King. Want als je ziet hoe dun de staartjes zijn, zou het zonde zijn als die gebroken aankomt. Dus kom gezellig gewoon lekker naar Roermond, Stationsplein 1. En Tommy, want dit hadden we vorige week in de actie. De stam met alles erop zijn allemaal uitverkocht. Ja. Dit zijn echt de laatste twee beelden die we van de short. Die gaan nu weg met 40% korting op de adviesverkoopprijs. The Wizard of Oz. Tom, heb je deze al eens laten zien? Lady in de. Nee, die is van de week weer terug op voorraad gekomen. En kijk uit de nou Whip collectie. Oh, nou, kijk, dat is ook de levende Lady in the Tramp. Kijk maar, dit is een soort paringsdans voor honden, denk ik. Kijk nou toch eens. Deze zijn niet in de uitverkoop op het moment. Nou, af en toe. En de mooie Marie. Astrid vraagt om deeltjes van Ior. Oh, nou. Die hebben jullie ook. Daar gaan we zeker naartoe. Ja, want die Astrid, wat heeft die een goede smaak. Kijk eens met allemaal hartjes erin, Tommy. Terug op voorraad. La 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 la. En de kersthanger. Ik zal even de deur open doen, heel soepel, Tom. Dus de kersthanger van Ior. True Blue Companion, een van de oudste beeldjes in de collectie van Jim Shore. Melancholy Mummy, dus een beetje een
Halloween beeldje, dus Ior als mummy verkleed. Love floats, oftewel Ior met hartballon. En op al deze korting krijg je dus extra korting. Ik zal zo de code nog even doorgeven. Ja. Ook weer terug van weg geweest. We hebben weer enkele op voorraad kunnen krijgen. Deze crossbody van de 1001, dus zijn er wel erg. Dus hebben we heel veel. 101 Dalmatiërs. Oh, ja, dat waren. Kijk, en hier was het detail wat ik erg leuk vond. Verstopt achter de klep. En die zijn erop geborduurd op het kunstleer. En daar is Lucky. En deze is knuffel. 69,95. Dan zeg je nou, zo'n knuffel erbij, die is 22,95. Nou, zou dus wel een leuke combinatie zo. Hoe leuk is dat? Kijk eens, Jessie. Waar gaan we verder naartoe, Tommy? Gaan we hier komen zijn hier niet. La 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 la. Want we hebben van de week gepoetst. Ja, dus we moeten even zoeken waar alles staat. En ik heb dan een klein beetje alles veranderd. Dus dan is het voor Tommy altijd weer spannend om rond te lopen. Ik zal even. Toy Story. Ja, de beeldjes uit de Whip collectie van Woody en Buzz Lightyear. En die zijn 22,50 en 27,50. 50. En Tommy, nog een keer. Ik draai het even om, want dat geldt dan ook. Ik ga het anders eens even opschrijven. Misschien smakelijk. Jij gaat het opschrijven? Ja. Nou, dan doe jij even voor me. Dan gaan wij gewoon verder de winkel door. Want we gaan dus gewoon eens even langs. De theedoek is misschien wel leuk. Daar, dan gaan we daar gewoon eens beginnen. Deze komen uit Amerika. Zijn Parks Exclusive. Uit Disney World. Theedoeken van Beauty and the Beast. En zeg je van, hoe ging dat nummer nou ook alweer? Ik weet het niet. Hier bij de andere theedoek staat al de tekst. Hoe leuk is dat? Als vaderdags cadeau dat hij dan 's morgens jou kan toezingen. Nou. Ik bedoel maar. Nou weet ik niet of je daarop zit te wachten, want Tommy zingt heel vals. Maar goed, als je het probeert, zou je dat toch leuk vinden. En dat is de allerlaatste, toch? Dit is de allerlaatste. De Aladdin grote reistas. Als we straks weer mogen sporten, sporttas. Volgende week volgens mij, over 2 weken. Dus daarom. Ben erbij. Met 25% korting. En hij was normaal 132,95. Min 25%. Min 25%. En hoe leuk is dit hier? Een dino. Stoer. Rex van Toy Story. Toy Story. Ring de Tinkerbell armband. Nou wie? Margot Boutman. Nou, veel plezier mee Margot. We nemen vanavond, maar waarschijnlijk morgen contact op even om alles af te doen. Komt allemaal goed. Maar Tommy. Tommy, jij gaat alles uitleggen over de korting. Tada! We hebben dus inderdaad de beeldjes van UNESCO, dus hè, zoals je ziet hebben we een paar collecties per sprookje door elkaar gestaan ongeveer. Rapunzel, Sneeuwwitje, Pinocchio, nou ga ze maar verder. Op al die beelden krijg je bij ons standaard 15% korting. Die prijzen staan altijd zo al ingesteld op onze... Ga door Tommy. Help. Op onze... Dan kan ik mijn verhaal kwijt. Op onze site. Zo was het. En welke site, Tom? Dat is www.kingsqueens-store.com. Dankjewel, Once Upon a Time Club. Ga als je beeldjes uitkiest en je gaat naar afrekenen en je vult deze code in, dus KQFAN, dus Kings Queens Fan. Dan krijg je 10% extra korting op alle prijzen voor de UNESCO beeldjes. Dus dat is van deze allemaal, hè? Van deze allemaal, Alexander Enchanting Collection. Kijk, bijvoorbeeld bij The Whale of a Whale, die is normaal adviesprijs 114,95. Bij ons op de site staat hij ook in de winkel voor 97,70. Al onze fans, dus de King Screens fans. Of gewoon de Martin en Tom fan. Maak het dan niet ingewikkeld. Als je deze code invoert, krijg je 10% extra korting. Ook op. Is dit trouwens een tijdelijke aanbieding? Voorlopig gaan we hiermee aanbieding. Dat geldt ook op beelden die nog uit moeten komen. Zeg je van, ja potverdikke me, ik heb net beelden besteld die nog bestelling. Krijg je gewoon die korting? Komt goed. Komt goed. Deze korting. Tommy zegt, komt goed, dan komt het goed. Goed, neem het erover. Ja, als u.
Ja, de Britten is misschien nog heel eventjes. Ja, de Britten zijn we helemaal niet geweest. Kijk, Tom, ik neem het mooie, laat even zo de mooie Britten Stitch en de normale. Want ook daar zit dan 25% korting op als je je aanmeldt. Ja. Nou. En terug van weg geweest, Tommy. Die hebben we ook aan nog niet laten zien. De waren op, maar hij is weer terug. Ja, dus de schoudertas, €72,95. Ja, echt enorm populair. Daar hebben we er nog een paar van. Daar hoort eventueel een rugzak en een portemonnee bij. En ook weer terug van weg geweest. Tommy. Oh, wacht, deze is ook weer terug. Die hebben we ook nog een aantal binnengekregen. Het rugzakje met de polka dots of de stippen van Minnie Mouse. Zal ik hem even eruit halen? Top. Dat mag. Die waren op, hebben we ook weer binnen. Voor de mensen die later ingeschakeld hebben, mocht je nou artikelen in de bestellingen bestaan van Loungefly die nog uit moeten komen. We hebben deze onder andere binnengekregen. Deze tas. Daar hoort een portemonneetje bij. Het portemonneetje is nog niet binnen. Bij deze, daar hoort weer een tas bij. Daar hebben we nog niet binnen. Wacht gewoon rustig af. Dat moeten wij ook, heeft Loungefly ons verzocht. Gewoon rustig af te wachten. Ze hebben het hartstikke druk. Komt vanzelf een keer binnen. Ook de zilveren serie is terug van weg geweest. De schoudertas van Danielle Nicole collectie. De Danielle Nicole collection. Deze is €69,95. Daarbij hebben we eventueel dan een schoudertas. Of een rugzak trouwens. Is €69,95. En een crossbody. En deze gaat weg voor ook €69,95. Ja, en de flap met de oogjes van Minnie zit achter de strik. Ja. Met een magneetje, dus die sluit weer en dan doet ze de strik weer voor de ogen. Goed voor de pikpokkers. En datzelfde geldt eigenlijk ook bij het rugzakje. En ondertussen worden we gadegeslagen door onze lotje. Nou, die zal zijn tas ook wel willen. Ook nieuw binnen. Ben jij de echte Stitch? Die hebben we nog niet laten zien. Dan hoort deze er natuurlijk bij, maar we hebben er nog maar één. Dus... Wie eerst komt, wie eerst maalt. Ja, dus dit is een canvas rugzakje met Stitch borduurseltjes erop. Kijk, en er zit hier een hele mooie zoom. Hij staat gewoon op de site op kingsqueens-store.com. Ja, en dus hoeveel kost die is dan de grote €72,95. Het leuke aan deze tas, die kan dus als rugtasje gebruikt worden. Of zoals Regile ook nu vast heeft, in de hand gedragen worden. En je kan hier heel mooi je laptop... of tablet in doen. Ja. Als je weer naar school gaat, maar we hebben eerst zomervakantie. Dan nou, ja, wij niet, maar... Ja, kinderen dan. Zo ongeveer. We gaan ook even, ook weer terug van weg geweest, Tommy. Erg leuk en erg populair. De Cellitas. Cellitas, ook weer terug. Met de bekende strepen van de kleding. Kijk, komt een bandje weer voorbij. En deze hebben we weer meerdere op voorraad. Die was er vorige week alweer. Jack Skeleton. Dus nog eenmaal, Tommy. Geen pasjes. Geen klantenkaarten. Ga gewoon naar onze site. Meld je aan onder de kopie van nieuwsbrief. Dan krijg je sowieso binnen een paar dagen een kortingsbon van 10% op een aankoop voor de volgende keer. En dan ben je ineens fan van ons. En dan krijg je korting op... al UNESCO beelden, dus Britto, Traditions, noem maar op. Als je deze code invult. K, Q, F, in hoofdletters, A, N. Zeg ik het zo goed, Tommy? Ja, maar goed, correct. Dus Kings, Queens, fan. Zo, dan gaan we nog één keer langs de acties van vanavond. Dus, deze was met 20% korting. Kennismaak. Uit de nieuwe collectie. Ja. Nieuwe kennismaak. Nieuwe tas, hij is net 2-3 weken uit. 20% korting. Hij kost normaal €69,95. Hij staat met de korting op de site. Klopt. Moeten we dan nog een keer naar de sieraden gaan? Oh, deze nieuwe tas. Ja. Groot is nieuw. De Ray tas is nieuw. Een crossbody. Ze vragen ook al of al kerstballen. Er komt nog heel, heel, heel veel kerst aan. Maar dat duurt nog eventjes. Maar we hebben natuurlijk wel deze pollen. Rode neboom. Niet hard schudden. Rode neboom. Uit de Enchanting collectie.
mooie kerstballen. 15,95. En het werken. En ja, maar ook daar komen nieuwe kerstballen aan. Kijk even op de site. Want die Tommy, die staan al op de site. Hè? De nieuwe kerstballen, denk ik. Die kunnen ze al pre-orderen, denk ik. Die kunnen pre-orderen. Ja. Dus kijk gewoon op de huisjes, site. Toch? En de kersthuisjes staan ook al op de site. Wat? Kunnen gewoon gepre-orderd worden. Met die 25% korting, lieve mensen. En wat moeten ze dan doen? KQF in grote letters. A. En? Ja, bij het afrekenen. Gaan we nog een keertje langs de sieraden nog eenmaal? Ja. En dan gaan we weer een eindje aanbrouwen, lieve mensen. En Sein, ik kom morgen op je kettingen terug. Even kijken, eerst nog eventjes. Deze kopjes. Er vroeg iemand net een portemonnee waar heel veel in kan. En een beetje een hele bijzondere portemonnee. Is een hele bijzondere. Kijk, daar kan er heel veel in. Toch? Briefgeld, muntgeld, pasfoto van Martin. En dit is ook een Park Exclusive uit Amerika van Lunchfly. Ik weet even niet meer wie het vroeg. Sorry, dat ben ik even vergeten. Ja, ik kreeg vandaag toevallig ook een foto binnen van een Peter Pan rugtas. Of dat we die ook konden leveren. Daar moest ik helaas nee op antwoorden. Want, jullie, als ik heel even de portemonnee mag... Oh, sorry. Dat kun je onder andere zien als je dit logootje op een Loungefly tas ziet waar Disney Parks bij staat, dan betekent het eigenlijk automatisch dat ze alleen voor de Disney parken gemaakt worden. Dus daar kunnen we dan helaas niet aankomen. Deze hebben we toevallig al meegenomen uit Amerika. Maar kijk, als je een Peter Pan tas wil, dan heb je ook dan hebben we er ook één. En je ziet Peter Pan ja. Gewoon vliegen. Nou, we gaan gauw naar de sieraden. Dus nog één keer de beeldjes van Tue Posket gaan met 20% staan op de site als kennismaking. Ja, er komen nog een aantal modellen van binnen. Monique vraagt, hoe heten ze nog eens? De Tue Posket. En dan hebben we natuurlijk ook nog de sieraden. Op is op. Kettingen met de koets. Goud, zilver, 72,50. Let it go ketting. Dit is denk ik toch wel een klein beetje al wel voor kinderen, denk ik, qua lengte, denk ik het om. Nou, een beetje half-half. Ja. Mary Poppins oorbel 1995. Ja, het is allemaal verguld, geel goud en wit goud. Dus het zilverkleurig is, het is geen zilver, maar het is wit goud, platina. En de set van Alice in Wonderland, helemaal compleet. Oorbellen plus ketting, €55. Dan hebben we Tinkerbell oorbellen, €32,50. Van Jasmine en Pocahontas een armband. Die gaan, prijskaartjes weg. Die waren, even kijken, die waren €45. Dan hebben we nog een ketting van Alice in Wonderland en van Mickey met de handjes en het hoofdje en het broekje voor €24,50. Oh boy, oorbellen €32,50. Wil je hem nog eens nadoen? Oh boy! Ondertussen zijn de oorbellen met de Mickey hoofdjes ook verkocht aan Kimberly. Oeh, en welke oorbellen met de Mickey? Die liggen hier al. Die liggen al. Dat is allemaal al geregeld. En dan deze, dit zijn wel voor kinderen kettingen met Lumière, barsje en kopje in het goud en zilverkleur gaan voor €19,95. En deze stoere Beauty and the Beast armband voor €62,50. Sorry, dan vraagt Hilde, komt er een Mickey kerstsok? Nou... Deze zijn er al, maar er komen erg leuke nieuwe ook uit. Doe even langs de kant. Hilde, misschien voor je verjaardag vragen aanstaande maandag. Kijk eens hoe mooi deze. Want Hilde ken ik al bijna mijn hele leven. Ze is mijn oude buurmeisje. Hilde, en wat is het leuker om dan de hele serie te hebben? En we schelen precies een week. Maar goed, het is wel oud natuurlijk. Maar hoe leuk is het dan om dan de genoegdoening te hebben om dan de hele serie te krijgen? Daarom. Maar er komen ook weer nieuwe collecties, maar dat is allemaal weer najaar. We zijn nu nog lekker midden in de zomer. Niet dan, Tommy? Ja, jij zei net dat de kerst kon beginnen. De kerst mag van mij beginnen. Van mij mag het heel jaar kerst zijn. Nou, lieve mensen, we gaan denk ik een klein beetje afsluiten. Of willen we nog iets laten zien, Tommy? Nee, er zijn geen vragen meer. Of ze moeten nu groetjes van de fantasy, Disney Fantasy. Nogmaals, dankjewel weer voor het kijken. En dankjewel voor de t-shirts. De One Spam Club. En made by, en dan doe ik even stiekem... Nicolette. By Nick. Nick. Oftewel, Nicolette. Nou, dankjewel voor de sponsoring. En ik zou zeggen,
tot volgende week. Donderdagavond 7 uur. Mocht je nog een vaderdags cadeautje willen hebben, kom gezellig nog. Wij zijn door de week van 9 tot 6 geopend. Zaterdag van 9 tot 5. En zondag op vaderdag zijn wij gewoon geopend. Van 12 tot 5. Kom maar zwaaien. Nou, dan gaan we zwaaien. Ik zou zeggen. Kijk, komt een lekkere dingetje. Daar komt. Tot de volgende week. Doei. En ik zou zeggen, groetjes vanaf Kings and Queens uit Roermond. Een knipoog, Tom? Ik wou zeggen. Zo, daar was die.